Op een afgelegen plek in het landgoed de Vloeiweide stond het huis van de boswachter Neefs. In het najaar van 1944 was dit voor het verzet een ideale plek om er een radiopost te vestigen. Van hieruit werd met Borgse gecodeerde berichten contact gehouden met de geallieerden. Op 4 oktober 1944 zijn er door een laffe overval van ruim 100 soldaten, 4 gezinsleden van de familie Neefs en 5 verzetstrijders zijn ter plaatse om het leven gebracht. En daags daarna zijn er nog 8 verzetstrijders op de Gelderse Schietheide gefusilleerd. Ieder jaar wordt er een herdenking gehouden waarbij vele honderden mensen aanwezig zijn. Goedemiddag. Namens de gemeente Zundert en de stichting Vloeiweide heet ik u welkom bij deze herdenking. Zo dadelijk zal de heer Onno Broutekam als voorzitter van de stichting Vloeiweide het woord tot u richten en deze bijeenkomst leiden. Courage is what it takes to stand up and speak. En dat is exact wat deze mannen en vrouwen hebben gedaan. Zij stonden op en zeiden nee. Ze zeiden nee tegen onderdrukking. Ze zeiden nee tegen tirannie. En ze zeiden nee tegen onvrijheid. Ze hebben daar een vreselijke prijs voor moeten betalen. En zoveel jaren later, in het begin van oktober, vieren wij onze vrijheid door hen te herdenken. Zij die gevallen zijn voor onze vrijheid. Zoals altijd beginnen wij eerst met het leggen van een krans. Zoals u van ons gewend bent, heeft ons koor Voluntaten onder leiding van de heer Franken altijd een aantal liederen voor ons om ten gehoor te brengen. Maar dit jaar hebben zij een nieuw lied, getiteld Ecce Quomodo Moritur. Op de herdenking zelf is ieder jaar de officiële overdracht van het monument door middel van het overdragen van de fakkel van groep 7, van groep 8 naar groep 7. Tim Vrijters van groep 8A en Thijs Derksen van groep 7A uitnodigen om de fakkel over te dragen. Ik kan nooit genoeg begrijpen hoeveel verdriet er was. Ik kan nooit genoeg meeleven voor al het leed wat er toen was. Donkere tijden en tijden van angst. Dictatuur is een roofdier en het volk de vangst. Mensen leven in onzekerheid, ze waren hier niet op voorbereid. Na al de verschrikking zijn de jaren voorbij, maar wij denken nog steeds hoe dankbaar we zijn. Geen oorlog, geen soldaten. Wat denk je van vrede? Je kan toch beter praten? Voor oorlog is geen reden. De kinderen moeten spelen en naar school toe gaan. Je kunt toch dingen delen zonder elkaar te slaan? Bouwen. Bouwen aan vrede steen voor steen. Een huis van vrede voor iedereen. Het wordt een huis voor alle mensen die echte vrede willen wensen. Vindt u het een goed idee? Helpt u dan een handje mee? Steen voor steen, steen voor steen. Iedereen gelukkig, niemand meer alleen. Bouwen aan vrede steen voor steen. Een huis van vrede voor iedereen. Maar je moet er hard aan werken voor je daarvan iets gaat merken. Bouwen aan vrede steen voor steen. Een huis van vrede voor iedereen. Iedereen mag binnenkomen, het wordt het huis van ieders dromen. De Tweede Wereldoorlog. Oorlog, die tijd moet verschrikkelijk zijn geweest. Niet alleen voor de Joden. Oorlog, het was als een beest. Waarom moest er zoveel doden, zoveel verdriet? Het heeft zo lang moeten duren. Iedereen die het ziet, zelfs door alle muren. Ze wisten iedereen te vinden, zoveel macht door regen en winden. Het gaf de Duitsers steeds meer kracht. Al die bommen en schoten, jaren onderdrukking. In het midden van de 20e eeuw, een grote mislukking. Er waren heel veel moorden op al die bange Joden. Verschrikkelijk was het die periode. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Voor altijd vrede, de wereld hoort in kleuren. Voor eens en altijd in het heden. Graag nodig ik Wendy en Maaike uit, de achterkleindochters van de boswachter, voor het lezen van de dodenappel. Wij gedenken vandaag zij die hun leven lieten bij het drama op de Vloeiweide. Verder gedenken wij ook Maria Neefs Kooijen, Emiel Neefs, Rietje Neefs en Corke Neefs.
Het vervult mij dan ook met trots om te zien dat jong en oud hier weer samen zijn om het oorlogsdrama van de Vloeiweide te herdenken. Dat we hier in Nederland in alle vrijheid en veiligheid kunnen leven en herdenken, is een groot goed. Waarmee we, dames en heren, inderdaad aan het einde zijn gekomen van deze herdenking